Soms moet ik lachen om hoe dubbel mijn gevoelens voor social media zijn. Aan de ene kant is het een grote bron van inspiratie. De andere kant is een enorme afleidingsbron. Ondanks dat ik vaak zeur en negatief spreek over mijn haat-liefdeverhouding met social media, heeft het mij meer goeds gebracht als slechts. Hoe ik uit een diep dal kwam met behulp van social media, staat bovenaan deze lijst. Deze nieuwe blogvideo. In blogvideo's koppel ik de blogs die ik schrijf op itsjanetworld.com aan video's die ik maak hier op YouTube. De titel van de blog van vandaag is hoe ik uit een diep dal kwam met behulp van social media. Dus ja, als je me volgt op Instagram, Twitter, whatever, of ook hier volgens mij op YouTube heb ik vaak gezegd van, weet je, ik ben social media zat, ik neem een pauze, weet ik veel wat allemaal, zeg maar de laat me zeggen, de negatieve kanten van social media. En geloof me, die zijn er. Helemaal als je content creator bent. Er zijn ook genoeg momenten geweest waarop ik niet meer wist wat ik moest doen. Of gewoon niet lekker in mijn vel zat. Waardoor ik me niet meer creatief kon uiten. Dus ik kon niet meer schrijven. Ik kon geen video's maken. Maar doordat ik zo'n verantwoordelijkheidsgevoel had van ik doe dit al zo lang en mensen verwachten elke week een video of twee video's of drie video's of whatever, toch? Dus dan zet ik een bepaalde druk op mezelf van oké, ook al voel je je niet goed, doe maar, gewoon doorgaan, gewoon doorgaan. En dat kan niet de instelling zijn waarmee je iets doet waar je eigenlijk van houdt. Ik kreeg dus een negatieve associatie met social media, want ik vond het gewoon niet meer leuk. Ik had gewoon geen zin. Geen zin om net als nu gewoon hier te zitten en te praten of dingen te laten zien, jullie iets te leren. Maar als ik even terugdenk aan toen ik begon, ik ging echt van alles doen naar niets doen. Dus ik was altijd heel actief, weet je, school, werk, whatever, sociaal leven toch. En op het moment dat ik dat niet meer kon doen door ziekte, was ook gewoon echt alles weg, alles viel weg. Dus ik moest op zoek gaan naar iets om mezelf bezig te houden. Omdat ik ook niet werkte en zo. En omdat ik ook niet gewend was om als chronisch zieke te leven, was het wel zo van, hoe moet ik dit doen? Als ik dus wel, zeg maar, content creator word, hoe moet ik dit doen? En in mijn blog schrijf ik daar ook over dat, ja, in die tijd niks zeker was. En dat ik een prioriteiten switch moest doen van, oké, wat is nu het belangrijkste? Het belangrijkste is dat ik bezig ben. En hoe ik dat ga doen, weet ik nog niet. Maar toen ik dus op YouTube ging, dan zag ik ook andere dames, heren die chronisch ziek waren en succesvol waren als content creator. Dus dat gaf mij dan weer echt die boost die ik nodig had. Weet je, waardoor ik kon zien van oké, sowieso, ik ben niet de enige. En het is niet erg om, weet je, gewoon even aan te geven van jongens, jullie weten dat ik ziek ben. Nu zien jullie even geen video of whatever. Of om het niet eens aan te geven. Want uiteindelijk, ik doe het voor mezelf. Weet je? En ik denk dat dat voor mij de basislijn is. Van op het moment dat ik meer doe dan ik aan kan, dan moet ik mezelf ook weer even eraan herinneren. Van hey Jan, je doet dit niet voor iemand. Je doet dit voor jezelf. Dus als het nu niet werkt, dan doe je het nu niet. En het is makkelijker gezegd dan, weet je, gedaan. Want ik wil toch graag pushen en alles laten zien en weet je, gewoon consistent zijn van elke week een video. En maar ik heb echt gemerkt dat, ja, dit is allemaal, het zit allemaal in mijn hoofd. Social media heeft me ook geholpen bij het beseffen dat het leven niet rooskleurig hoeft te zijn en dat ik niet alleen maar hoef te laten zien wat goed gaat. Ik mag ook gewoon laten zien dat ik huil of dat ik pijn heb of dat het even niet gaat, want we zijn allemaal mensen en niemand is perfect. En ik hoef ook geen perfectie na te streven. Ik moet gewoon doen wat ik kan, weet je. En that's it. Van, ik hoef me aan niemand te bewijzen. En dat zijn allemaal van die punten die ik dan bij andere content creators, vooral de laatste jaren, misschien sinds 2020, misschien dat het virus daar ook heel veel bij heeft geholpen, dat we ons allemaal bewuster zijn geworden van,
Mensen kijken naar ons. Voor sommigen zijn we een voorbeeld. Dus als je alleen maar lacht en alleen maar laat zien van, oh, ik ben zo blij en dit en dat en ja, ja, ja. Dat is geen realiteit. Weet je? Dus volgens mij ben ik helemaal off topic. Maar wat ik wil zeggen is, het diepe dal waar ik dan in zat, dat ik beschrijf, dat is vooral het begin van het ziek zijn. En hoe social media mij heeft geholpen is echt door dat ik geïnspireerd raakte en gemotiveerd door andere mensen die dus deden wat ik graag wou doen en die ook zelf ziek waren. En mensen die dan niet ziek waren, die lieten dan gewoon hun echte leven zien. Weet je, waardoor ik dacht van, oké, okay, dus het is niet zo erg als ik een keer kom zonder dat mijn haar gedaan is. Maar nee, maar jullie zien me al vanaf het begin eigenlijk zonder wenkbrauwen, met badjas aan en zonder dat mijn haar gedaan is, met slaapmuts. Dus oké, daarin was ik al gewoon mezelf. Maar ik merk wel dat ik gewoon meer kan ontspannen. En dat er geen druk achter zit. Van, als ik een video kan maken, helemaal leuk en aardig. Maar als ik geen video kan maken, dan is het ook prima. Weet je, van, ik kan het melden, ik hoef het niet te melden, want ik heb geen werkgever. Maar wat social media mij in positieve zin vooral heeft gebracht, is rust en duidelijkheid. Van, je hoeft je ten eerste niet te vergelijken met anderen. Maar ze kunnen wel als inspiratie of motivatie of zo dienen. Dus ja, ik hoop niet dat ik te veel off topic was. Want ik heb het idee dat ik over hele andere dingen heb gesproken. Maar dankjewel voor het kijken. Volgende week ben ik weer met een nieuwe blogvideo. Geef deze video nog een duimpje omhoog. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En wij zien je de volgende keer.